Mistschaduwen zijn perfect om waar te nemen in de herfst. Want de herfst is samen met de winter het mistigste seizoen van het jaar. Dat komt doordat de nachten al vrij lang duren en de lucht vaak nog relatief warm is. In de nacht koelt de grond snel af en de warme lucht vlak boven de grond condenseert dan. En daardoor ontstaat laaghangende mist, wat wij weermensen ook wel aanduiden met mistbanken. Nou, in kleine, ondiepe mistbanken weet het zonlicht vaak nog een klein eindje door te dringen. En als er dan in die mistbank een boom staat of een persoon, dan werpt dat voorwerp of die persoon een schaduw in de mist. En dat is dan heel mooi te zien, doordat het lijkt alsof de zonnestralen zo om die persoon of om dat boompje heen stralen. In heel zeldzame gevallen zie je precies aan de andere kant een mistboog. Dat is een regenboog die ontstaat door de mistdruppeltjes. En een mistboog is helemaal wit en kleurloos, in tegenstelling tot een regenboog die al die kleuren heeft.